heb een boodschap voor president Erdogan. En die boodschap is heel simpel. In Nederland beschouwen wij vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. En daar horen cartoons bij. Ook cartoons van politici. En een aangifte tegen een Nederlands politicus, die mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, is niet acceptabel. Nee, dit was natuurlijk naar aanleiding van die aangifte die Erdogan deed tegen Geert Wilders. Naar aanleiding van een tweet waarin hij een cartoon liet zien van Erdogan. De grote vraag is natuurlijk nu, hoe groot is de kans dat dit ook zoiets ook in Nederland gebeurt? Ja, kijk, dat staat ook in dat dreigingsbeeld. Dreigingsniveau is momenteel 3 uit 5. Dus de kans is aanzienlijk. Dus dat wil zeggen dat natuurlijk ook hier die dreiging van jihadisten wel is. Al is het wel belangrijk, wat ook genoemd wordt, in Frankrijk is de schaal en de omvang en de ernst ervan is wel anders dan in Nederland. Dat wordt ook genoemd in die verschillende rapporten. In Frankrijk heb je echt die parallele samenlevingen. Ja. In Nederland is daar toch gelukkig veel meer zicht op. Weten we dat wel? Want kijk, eenlingen, we hebben die meneer in Utrecht gehad in de tram. Ja. Ja. Kun je er tegen beginnen als land? Ja, ik denk dat je hebt twee dingen. Je hebt aan de ene kant het bestaan van parallele samenlevingen waar eigen instituties opgezet worden, waar bepaald gedachtegoed gewoon wijd verspreid wordt. Dat moet je aanpakken. Los daarvan heb je altijd daarvan inderdaad die dreiging van eenlingen. En die is heel moeilijk inderdaad te controleren, want ja, iemand kan op een dag zomaar besluiten zoiets te gaan doen. Dus ook in Nederland, en dat is wat wat de NCTV nu aangeeft, dat de grootste dreiging is. Ook in dat dreigingsbeeld zeggen ze, het zijn niet per se die grote netwerken in Nederland, want die hebben ze aardig in beeld gebracht. Maar het zijn echt die eenlingen die op een bepaald moment ook over kunnen gaan tot actie. En dan kun je dus afvragen wat je daar tegen moet beginnen, meneer Eerdmans. Er wordt er vaak natuurlijk naar Den Haag gekeken. Iedereen buitelde vandaag weer over elkaar heen om te zeggen hoe geschokt iedereen is. Daar zijn we heel logisch goed natuurlijk, maar wat voor actie nou, ik word er ook een beetje moe van. Moeten volgen. We zijn heel goed in rouwen en in speeches houden en je suis dit en je suis dat. En ik vraag gewoon wanneer komen die maatregelen. Want wat je zegt, die lone wolves, ik heb begrepen uit het onderzoek van meneer Koopmans, collega van Afzien, dat hij zegt van de miljard moslims wereldwijd heeft, ongeveer de helft vindt dat geweld tegen ongelovigen of vijanden van de islam geoorloofd is. En daarvan ongeveer 10% is bereid om dat ook toe te passen. We zouden dus in Nederland gaan om een aantal tienduizenden radicale moslims. We weten ook dat er salafisten, tienduizenden salafisten in Nederland zijn, hè? Radicale orthodoxe moslims. De vraag is, dat zijn dus die lone wolves waar we het over hebben. De een gaat wel over tot actie, de ander niet. Nee. Je ziet ook copycats die dat dan juist... Maar Joost, wat is het antwoord? Dus het antwoord is heel scherp letten. Wie haal je het land binnen? Daar zijn we niet toe in staat. Wij kunnen dus niet... Deze was volgens mij net een maand via Lampedusa binnengeschokt via Italië. En komt Frankrijk binnen en besluit ze in een kerk te gaan moorden. Maar dus ik vind de grens is niet goed bewaakt. Dat kunnen we heel simpel vaststellen. Dus daar moeten we veel scherper op letten. Ook ten tweede, wat Macron wel goed zegt, zegt, joh, ik beschouw die mensen en die instanties als vijanden van de republiek. He, dus ook radicale moskee of een radicale imam, hij zet ze eruit. Dat is wat hij zegt. Mensen die het geweld verheerlijken, ook al is het op social media, die worden aangepakt. Weet je, extremisten gaan het land uit. Je moet wel paal en perk stellen als land aan wie je in huis wil houden. Nou, want er zijn mensen met hun rug naar ons toe. Kunnen niet het land uitgezet worden, want ze hebben de Franse... Nou, dubbele paspoorten zou dat prima kunnen. Ja.